Brenno de Winter, jij bent betrokken geweest bij een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid om op een gegeven moment een app te creëren om het voor de GGD makkelijk te maken om mensen te traceren. Kun jij eens even aangeven van hoe dat proces eigenlijk heeft vormgegeven? Want het begon eigenlijk het afgelopen paasweekend waar mensen werden uitgenodigd om voorstellen te maken. Daar kon iedereen voorstellen voor zo'n app indienen. Er kwamen er 700 uit. En die 700 zijn door jullie, zeg maar, bekeken. Hoe is dat proces verlopen? Nou, eigenlijk zat er een fase voor. Op een gegeven moment heeft minister Hugo de Jonge op een persconferentie gezegd, er moet een app gaan komen om het proces te begeleiden. En er zijn inderdaad twee functies. Eén is het onderzoek van de GGD naar de contacten van mensen als ze corona hebben. En dat is een zeer arbeidsintensief onderzoek. En het tweede wat er moet komen is een soort app waarmee je kunt zien bij wie jij in de buurt bent geweest, of niet bij wie je in de buurt bent geweest, maar dat je mensen kunt waarschuwen van, jij weet niet wie ik ben, maar je bent bij me in de buurt geweest en ik heb dus corona. Ja. En daar zijn een aantal partijen opgestaan van, nou, dat kan een goed idee zijn, maar er zijn wel de nodige zorgen rond privacy en rond de beveiliging van zo'n app, want dat gaat ook heel makkelijk verkeerd. En als die data in verkeerde handen valt, en dan zou je bijvoorbeeld kunnen krijgen dat je geen levensverzekering meer krijgt. En dan kun je dus geen hypotheek meer afsluiten. Ja. Dus je wilt niet hebben dat dat in verkeerde handen valt. Ja. En dat was, eigenlijk, toen hebben jullie veilig tegen corona.nl. Is dat toen daar? Ja, dat is een petitie van een gelegenheidspetitie van een aantal partijen die zeggen van, jongens, let op wat je aan het doen bent. Wees eventjes voorzichtig. En er zijn een aantal uitgangspunten. Nou, die heeft het ministerie overgenomen. Dat is echt heel erg mooi. Ja. En vervolgens hebben zij een aanbesteding uitgeschreven. Die eigenlijk over het paasweekend was het de taak van de partijen om je voorstel in te dienen. Ja, gigantische partijen hebben dit eigenlijk ondersteund. En dit waren dus de 10 uitgangspunten. Oké. Okay. Ja. Wat gebeurde er toen? Dus toen zijn er allerlei voorstellen ingediend, 700. En dat hebben zij bij het ministerie ingedikt tot een stuk of 60 of 70. En gisteren was de grote expertdag waar jullie dan, zeg maar, naar die voorstellen gingen kijken. Ja, en dat is echt een op zich een heel mooi proces geweest. Je kwam dus digitaal binnen bij het ministerie. En daar zijn we in groepen verdeeld, in totaal 10 groepen. En in elke groep zit zo'n beetje alle relevante expertise. Iets met beveiliging, iets met privacybescherming, GGD, RIVM. Mensen soms ook van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In ieder geval, vanuit heel veel invalshoeken is gekeken naar die voorstellen. En dan gingen jullie digitaal, gingen jullie zeg maar in zo'n omgeving, gingen jullie met die mensen gingen jullie over die onderwerpen praten? Hoe werkte dat? Het traject werd begeleid vanuit het ministerie. Daar was dan één persoon die zorgde ervoor dat we allemaal de juiste stukken kregen, dat we die stukken gingen doorwerken. En dan gingen we gewoon kijken van, nou, wat zou kunnen aansluiten, wat kan niet aansluiten. Uiteindelijk was het dan de bedoeling dat je een lijstje maakt met welke dingen zijn geschikt om door te gaan naar een volgende ronde en welke minder. En zo hoop je te komen tot een shortlist. En op basis van die shortlist wordt dan vervolgens weer een andere bijeenkomst georganiseerd. Ja. Nou, dat is eigenlijk een proces. Vertel eens even, hoe was zoiets nou eigenlijk om met een aantal van die mensen digitaal over die voorstellen te praten? Want was dat een meeting van 2 uur of van een half uur? Nee, dat ging best snel eigenlijk. Het waren meetings van minder dan een uur. En eigenlijk heel veel lezen natuurlijk. En dan gewoon open het gesprek aangaan. En wat ik had verwacht is van, nou, daar komen heel veel tegenstellingen uit. Dat viel eigenlijk reuze mee. We begrepen elkaar best wel goed. Dus we konden op een gegeven moment, eigenlijk we hebben 6 voorstellen toen we het daadwerkelijk gingen bespreken, is in minder dan een half uur er eigenlijk doorheen gegaan. Want op een gegeven moment als iets een showstopper is, en je bent als expertgroep van mening van, nou, dit is een showstopper, dan ben je klaar. En een showstopper is bijvoorbeeld dat? Nou ja, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een bedrijf dat zegt, ja, we hebben een idee, maar we hebben nog niks. Oh. En dat vind ik wel een redelijke showstopper, want dan kun je niet het weekend erop al iets laten zien. Laat staan het laten toetsen. Maar je hebt ook partijen die gewoon zeggen van, of gewoon niks zeggen over privacy.
En dan zijn we ook vrij snel uitgekletst. Want één ding is helder. Hugo de Jonge heeft gezegd, hè, de privacy mag niet in het geding komen. Oké. Okay. Nou, dat is heel die helder. Die eerste ronde die jullie met elkaar hebben gehad, heel vlot. Nee, hij heeft het anders gezegd. Hij heeft gezegd, de privacy is gewaarborgd. Die is gewaarborgd, ja. Dus dat is heel belangrijk. Maar dat is ook heel fijn om mee te werken. Want dan kun je namelijk ook gewoon gaan toetsen van, oké, welke partij maakt een hele grote kans om dat straks ook te kunnen bewijzen. Ja. En want in privacywetgeving moet je kunnen bewijzen dat je voldoet. Dus we konden best wel snel schakelen. Nou, er waren sommige dingen, daar zeiden medische experts, ja, daar hebben we niks aan. Nou, dan ben je ook vrij snel uitgekletst. Ja. En als je dat dus bij elkaar ziet, ja, dan heb je ook vrij snel werken die voorstellen door. En er zaten voorstellen tussen waarvan je zei van, ja, dat ziet er gewoon goed uit. Ja. Oké, okay. Dus hoeveel van die eerste ronde die jij dan had gehad met die expert, hoeveel van de voorstellen kwamen daar dan doorheen? Geen, oké. Okay. En je had 10 van die groepjes en daar kwamen dus een aantal andere voorstellen wel doorheen. Ja. En hoe ging het toen verder? Nou, toen hebben we dus die voorstellen eigenlijk opnieuw beoordeeld. Nou, dan vallen er soms een paar af en sommigen denk je van, oké, maar dit ziet er echt heel goed uit. Dit is mooi. Ja, ja. En toen uiteindelijk zijn er sommige groepen die hebben 3 rondes gehad, wij hebben er 2 gehad. En na die rondes is er een soort afsluitende bijeenkomst geweest dan digitaal. En er is gezegd, jongens, enorm bedankt. We gaan nu de shortlist maken. Nou, we hadden inmiddels wel een redelijk beeld, omdat natuurlijk de privacy- en beveiligingsexperts ook met elkaar in verbinding staan. Van nou, dat wordt een lijstje van 3-4 bedrijven maximaal, of 3-4 consortia maximaal. En tot onze verbazing werd dat een lijst van 7 organisaties. Ja, en die heb ik dan hier, zeg maar. Ja. Dat is dus, zeg maar, hier heb je de website van het ministerie over het corona-appvirus. En daar hebben ze dus 7 apps die doen mee. Ja. En dit was even kijken, dit is de organisatie van het evenement. En geloof ik hier zie je 7 apps doen mee. Dus je hebt de COVID-19, DDT, Accenture, Capgemini, ITO, DS en SIA Partners. En deze heb je ook gisteren voorbij zien komen. Een groot gedeelte wel, ja. Ja, en er waren ook echt van jou, er waren gewoon toppers bij. En er waren bij van die je gewoon super zwak vond vanwege privacy of vanwege veiligheid. Omdat andere mensen geven. En hier zitten dus nog een aantal. En wat is nu jouw kritiek eigenlijk met een aantal van die experts? Ja, het kritiek is op een aantal punten. Kijk, op een gegeven moment kwam ook wel het beeld naar boven van hoe kijkt het ministerie nu naar deze tools? En ik heb er altijd een hele mooie term voor. Ik noem dat techno-optimisme. Oftewel, er wordt gedacht van, nou, Bluetooth, dat gaat het hele probleem oplossen. Terwijl die technologie natuurlijk nooit is gemaakt om afstanden te meten. Dus ja. Je gaat heel veel wat we noemen false positives hebben. Nou, daar worden sommige medici niet heel erg gelukkig van. Want dan krijg je gewoon te veel mensen die ongerust worden over hun gezondheid. En we hebben echt een enorm tekort aan goede testkits. Ja, inderdaad. Maar dus, testkits, wat bedoel je? Om te testen, ja? Dus, ja, en als je niet kunt testen, dan heeft natuurlijk iemand die in de onzekerheid wordt gestort, die heeft er niet heel veel aan. Dus op een gegeven moment is de vraag geworden van, is Bluetooth wel de technologie waarmee je die afstanden moet meten? Nou, daar was niet echt een oor voor. En wat ook wel een beetje begon op te vallen, is dat het proces wel zo onder de tijdsdruk staat, dat gewoon, het wordt grote slagen snel thuis. Ja, ja. Daar gaan dus op een gegeven moment ook wel dingen in mis. En toen kwam deze lijst en daar stonden opeens partijen op waarvan we, waar in één geval zelfs tot 3 keer toe door de experts is gezegd, nee, absoluut niet. Oké, en welke is dat? Ja, dat mag ik nu nog niet zeggen. Oh, maar morgen zijn al die, morgen staan alle plannen met de sourcecode. Ik heb een geheimhouding op de inhoud, dus ik kan niet reageren op, want dan moet ik iets over die inhoud van die leverancier gaan zeggen. Maar over het algemeen kun je nadenken over de grotere punten die spelen als er is nog niks of er is in het geheel niet nagedacht over privacy en beveiliging. En dat is dus ook niet iets waar je dit weekend een autoriteit persoonsgegevens nog kunt overtuigen. Want als het niet op papier staat en niet deugt, dan zijn we snel uitgekletst. En je kunt ook niet even dit nog toevoegen. Hè? Je moet bewijzen dat je gaat voldoen of dat je voldoet. Nou, dit weekend worden er ook penetratietesten gedaan.
hoe kun je iets testen wat nog niet bestaat? Ja, ja, oké. Okay. Dus jullie hebben nu, dit hebben jullie nu als statement naar buiten gedaan van de werkwijze. Jullie vinden dat deze eigenlijk die werkwijze, afgezien van het feit dat het snel ging en dat soort dingen, maar je zegt een aantal van deze 7 deelnemers die voldoen niet aan het criterium, zeg maar. Ja. Privacy, dat is eigenlijk de voornaamste kritiek, want daar hebben ze nog niks over gedaan en dat kun je er ook niet zo eventjes bij doen. Nee, en wat ook heel belangrijk is om te realiseren, als je dus niet voldoet, dan ben je dus gewoon niet, dan is het dus niet goed. Dan is het dus niet geborgd. Er is niet van, je moet maar aantonen wat het probleem is. Nee, de wet werkt omgekeerd. Dus het is heel problematisch. En dat over die snelheid, als je 1 of 2 weken meer zou nemen, dan kan dat proces gewoon net iets makkelijker in banen worden geleid. Een aanbesteding is een enorm arbeidsintensief traject. En laat me ook even heel duidelijk zeggen, wat het ministerie nu doet, is nog nooit eerder vertoond in Nederland. Nee. De krachtsinspanning die ambtenaren verrichten, is gewoon enorm indrukwekkend. De snelheid is waanzinnig. Ik bedoel, ik kreeg op vrijdag voor Pasen kreeg ik het verzoek binnen. Ik was er eigenlijk al 3 weken mee bezig om na te denken over wat voor soort app het moest zijn. Maar toen zag ik dat het al morgen, dat je een hackathon moest meedoen en dat je dingen moest laten zien. Ik denk, dat lukt mij dus nooit. En de 28 april lukt me ook nooit. En de maand daarna komt Google en Android met een oplossing. Maar zij wilden echt gewoon sneller zijn. Dus in ieder geval, maar jij vindt in ieder geval, jij snapt niet hoe die eigenlijk dat lijstje van 7 tot stand gekomen is op basis van de oordelen van de experts. Het probleem is als je een overheid bent en je doet een aanbesteding, dan moet je aan spelregels houden. Als je dus bent afgevallen op de criteria, dan kun je niet alsnog op een shortlist komen. Dat kan gewoon niet. Ja, dus in ieder geval. Daar is een term voor. Dan gaat er morgen wordt er een hackathon georganiseerd waarbij al die partijen zichzelf presenteren en allemaal aan experts vragen moeten beantwoorden over dit soort zaken en dan alsnog kunnen afvallen. Ja. Dus uit die 7 partijen worden ze morgen door de mangel gehaald en dat kunnen we allemaal zien. We kunnen al die discussies volgen en de experts kunnen dan vragen stellen en ik denk dat het publiek dan ook vragen stellen, maar die moeten dan eerst door experts worden goedgekeurd. Maar dan vallen dus toch een heleboel van die mensen die daar nu op staan, die vallen dan toch af. Maar dat is het punt niet. De experts hebben ernaar gekeken en hebben in een aantal gevallen gezegd, dat is niks. Oké. Dan worden ze er terug op de lijst gezet. En waarom zouden ze dan nu wel gaan luisteren? Dit is waarom en partijen die wel iets goeds hadden. Maar morgen, ik heb dus even naar het ministerie gevraagd. En die zeggen, op zondag, we hebben dus een aantal presentaties en vragen die gesteld worden. Dan kunnen ze 4 uur werken en dan kunnen ze het weer laten zien en daar verder op werken. En op zondag komen er 2 kiesrondes. 1 van het publiek dat kijkt en eentje van de experts. En daarmee, en eigenlijk zijn de experts het meest belangrijk, maar op zich is het altijd leuk om een publieksprijs te hebben. Wat is er mis met dat proces? Wat er mee mis is, is dat er al een fase voor heeft plaatsgevonden waar de experts zich al heel duidelijk hebben uitgelaten en dat daar dus niet naar is geluisterd. Dus je gaat dus iets voorleggen waar dus de experts al nee hebben gezegd en dan vragen we het nog een keer aan de experts. En dan hopen we dat ze dit keer geen nee zeggen. Ja, dat in het proces deugt al niet en ondertussen zijn er ook partijen die hebben een voorstel ingediend wat goed in elkaar zit. Ja. Die dus nu niet op de shortlist staan en die krijgen dus niet een nieuwe kans. Dus degenen die niet compliant zijn en zich niet aan de regels houden, die staan hier tussen. En dat is het grote punt. Ik snap het. Hey, wat ga jij morgen doen met die hackathon of met die appathon heet het? Dat is de eerste keer dat ik dat woord hoor. Nou, als ik een paar minuten over heb, ga ik wel even naar de stream kijken, maar ik ga niet verder heel veel doen. Wij hebben gesproken als experts en we zijn heel duidelijk geweest. Ik heb zorgen geuit, die heb ik ook gestuurd naar het ministerie. Ja. Ook, mijn grote angst is namelijk niet alleen het voldoen aan. Je zult straks heel veel mensen moeten hebben die zich warm voelen bij het installeren van een app. En daar past dit rommelige proces gewoon niet bij. Nee. Ik had niets liever gehad dan dat als dinsdagavond de persconferentie is geweest en je hoort die partij is het, dat ik publiekelijk had kunnen roepen en hier kan ik mij van harte achter scharen en wel om de volgende reden. Ja, maar laten we hopen dan dat er morgen in ieder geval of zondag toch mensen uitkomen die ook door jullie
zeg maar, als experts toen de tijd, zeg maar, wat zitten er een aantal partijen bij die wel goed zijn bij deze lijst? Er zit een partij bij die zeer hoopvol is. Maar wat ik nog veel liever zou zien, is dat ze gewoon nu zeggen, nou weet je wat, we doen dat eventjes niet. We gaan even terug en we gaan opnieuw deze aanbesteding uitschrijven. En dan zetten we het eventjes gewoon goed op met heldere eisen. En dan, dan kan ook jij, Vincent, wel meedoen op een eerlijke manier. Maar volgens mij zit nog geen aanbesteding. Het is alleen maar een Epiphone. Het is echt niet zo dat degene die morgen winnen of overmorgen winnen, dat die gekozen worden. Maar jawel. Jawel, want dinsdag wordt dat bekendgemaakt. En het staat op Tendernet. Het is een formele aanbesteding. Oh, ja. En ik zie niet in waarom, als jij zegt, ik ben met goede partijen bezig om tot een mooi product te komen, jij niet een eerlijke kans had moeten krijgen. En 4 dagen om iets te schrijven is al heel krap, maar oké, tot daaraan toe. Maar dan binnen een week beslissen is echt uit de bocht vliegen. En eigenlijk zeggen al de experts die iets van ICT weten, dit kan niet goed gaan. En dus even samenvattend, ja. We hebben een doel wat niet glashelder is. We hebben een traject wat eigenlijk alle kanten op gaat. We hebben oplossingen waar nog niet eens de eerste letter code is geschreven. Dit heeft de handtekening van een mislukt ICT-project volledig over zich. En ik ben ervan overtuigd, na alles wat ik heb gezien, dat het op hele hoge snelheid wel goed te regelen is. Oké, hartstikke mooi. Ik heb alleen veel vragen of de technologie het goed gaat regelen. Ik ben heel benieuwd. We gaan morgen toch even kijken naar die livestream. Want ik ben wel benieuwd. Het voelt inderdaad als een trein die, net zoals achter jou, lekker aan het doordenderen is. Maar ik hoop toch dat er in ieder geval uiteindelijk een resultaat uitkomt waar jij toen ook als expert ja tegen hebt gezegd. Want uiteindelijk, we willen gewoon zo'n app hebben. Want die samenleving, ik vind het in ieder geval belangrijk dat die app er komt. Want die samenleving moet weer open. En ik denk eigenlijk dat zo'n GGD wel hulp nodig heeft bij dat tracen. Dus ik hoop dat... Ik vraag alleen, heel veel experts zijn zich ook echt wel gaan afvragen of we niet... Weet ik, of het überhaupt nodig is en dat soort zaken. Nee, niet of dat er iets nodig is. Daar is iedereen wel van overtuigd. Nee, er zijn ook een heleboel... Bijvoorbeeld bij een GGD. Bij een GGD zou misschien een triageformulier ook al wonderen kunnen doen. En de GGD is degene die nu het meest bang is dat ze het werk niet aankunnen. Ja. Dat zou je misschien zelfs met een simpele website kunnen doen. Dus dit is wel degelijk op te lossen. Waar de twijfel over is of die contact-app of dat wel gaat werken. En of je niet duizenden mensen gaat krijgen die ten onrechte straks om een testkit gaan vragen. En dat we dan nog veel verder van huis zijn. Dat de samenleving heel snel weer open moet. Allah, al was het alleen maar om de kinderen weer naar school te kunnen laten gaan en de verdrukte gezinnen weer een beetje ademruimte te geven. Ja, of onze economie niet ineen te laten storten, want dat is toch wel heel belangrijk. Hey, Brenno de Winter, dankjewel voor je commentaar.